in 2000, ja, rond 2000 was dat. Toen had ik echt van het idee, was ik enorm geërgerd over het feit dat je die tijd niet kon besteden aan een product. Wat in zijn algemeenheid natuurlijk een tendens is, dat je weinig tijd krijgt om je werk goed te doen, of überhaupt iets goed te doen. Toen dacht ik, draai het gewoon om. Doe net alsof tijd helemaal niks kost en materiaal goud waard is. Dus dan kan je bijna alles doen wat je normaal niet doet en bijna alles is ook gerechtvaardigd. En toen ben ik met die kleine stukjes hout in eerste instantie. Normaal staat hier een krukje wat ik daarna aanwijs, maar ik ben wel mee te slepen. Toen ben ik met allemaal kleine stukjes hout een krukje gaan opstapelen. Wat echt de minst efficiënte manier is om een kruk te maken. Want elke, als je maar twee planken op elkaar zet, heb je al een kruk. Maar dat gestapeld met die kleine stukjes is echt niet logisch. Maar het was wel een heel mooi krukje. En toen hebben we vervolgens een tafel gemaakt. En die jongen die dat maakte, die kwam naar me toe. Toen ik daar zei, maar hoe werk ik hem nou af? Ik zei, nou, lak hem maar 10 keer. Als maar veel werk is. Werk kost het niet. Dus hij lak die tafel 10 keer. En dat was echt een hoogglanslaag. Echt supermooi. En we waren wel tevreden. En we dachten, verkopen nooit. Dat is het duurste product dat we ooit gemaakt hadden. En dat namen we mee naar een beurs in Amsterdam. Toen gingen we toen nog elk jaar naartoe. En nog voordat hij open ging, kwam er een tandarts uit Friesland. Die maakte litten en zo. En die zei, ik wil die tafel kopen. Ja, die houden van dat flits. En die zei, ik wil die tafel kopen. Ik zeg, waar zou je dat wel doen? Dat is echt een hele dure tafel. Hij zegt, ja, ik weet het zeker. En als je een kop koffie gaat drinken en dan nog wil hebben. Dus die had echt in 2 minuten een kop koffie op. Die kwam gelijk weer terug. En die kocht die tafel. En 2 uur later kwamen er 2 mannen. En die gingen ruzie maken over wie die tafel mocht kopen. Dus ik had 3 in een ochtend kunnen verkopen. Het was echt het duurste product wat ik ooit gemaakt had, of we ooit gemaakt hadden. Dus dat was best verbazingwekkend. En daar ben ik jaren mee bezig geweest om te bedenken hoe dat nou kwam. Ik denk, ja, dat is toch vrij bijzonder. En toen kwam ik, uiteindelijk dacht ik van ja, uiteindelijk is mijn ergernis over de manier waarop ik zelf werk en in dit bedrijf gewerkt, is natuurlijk gedeelde ergernis. Want iedereen heeft die ervaring dat je nergens tijd voor hebt. Als je de winkelstraat in loopt, is er niks waar veel tijd in gestopt wordt. Alles wordt zo efficiënt mogelijk gedaan. Dus dat is als je dan een product ziet waar idioot veel tijd in zit, dan is dat een verhaal over ieders leven. Dus ik dacht, ja, eigenlijk, mijn ergernis en vertaling naar dat product is andersom net zo goed de reden waarom mensen de charme ervan inzien. Want ze denken van, ja, die zijn gek geworden. Die gewoon te lakken en te stapelen. Dus uiteindelijk is die hele directe vertaling voor jezelf, waarom je iets doet, waarschijnlijk ook weer terug. De vertaling voor klanten en de herkenning zit dan in een weliswaar op een ander niveau, maar er zit natuurlijk een herkenning in vanuit die motivatie. Nou, dan is dat slopehout. Ik net vroeg iemand aan mij van, is nou alles van oud hout? Nou, dat is helemaal niet zo. Alles wat nieuw lijkt is gewoon nieuw en alles wat oud lijkt is gewoon oud. Dus het is heel simpel om te zien. Ook co-creëren, dus ook met andere mensen hier creëren. Zou je daar iets hier over kunnen vertellen? Nou, de gedachte was dus echt die mix tussen een bedrijf wat toch relatief gevestigd is en bedrijven die opstarten. En iedereen weet wel dat mensen die creatief zijn in die starten, die werken gewoon dag en nacht. Dus dan heb je het voordeel dat er 's avonds ook nog veel gebeurt en dat het ook heel erg gelieerd is aan je eigen activiteit. En mijn voornaamste doel was die elan, of dat elan en die energie in het pand te krijgen. Dat is natuurlijk ook zoals wij zelf begonnen zijn. Dat werkt ook van 6 tot, in principe vaak van 6 tot 6, want het, en dan de nacht ertussen ook. Iemand die aan het opstarten is met zijn bedrijf, vind ik een enorm bijzonder moment. En als je dat dan kan huisvesten, dan heb je eigenlijk een energie die je met een bestaand bedrijf nooit meer krijgt. Dus, en dat zie je nu ook, dus het zijn allemaal jonge bedrijven. Dus een eentje die snel doet het zo goed dat hij moet verhuizen. Nou, dat is helemaal leuk natuurlijk. Dus dan komt er weer eigenlijk relatief snel ruimte voor een andere starter. En we hebben heel veel mensen die willen huren, dat is ook grappig hoor. Niemand verhuurt iets tegenwoordig en wij hebben een wachtlijst in principe. We hopen dat het ook waar lijkt te zijn. Is het besmettelijk, de verlopenheid die je dan ziet bij de jonge ondernemers? Want de theorie is dat het besmettelijk is. Ja, dat is. Heeft het effect, want je hebt nou 2 keer eigenlijk al gezegd dat jouw fabriek vrij snel leeg loopt en dat jullie gevestigd zijn. Dus je bent een beetje die dynamiek en die energie. Is dat teruggelopen in jouw gevestigde fabriek? Misschien zelf niet. Nee. De indruk die ik kreeg is dat het vooral is bij de mensen die nou al wat langere tijd voor je werken. Met je werken. Bij je werken. Nou, een verandering zoals deze, want het is best, dus we zijn niet alleen verhuisd, maar ook heel veel activiteiten eraan toegevoegd. Ja.
dan zie je er een paar die dat echt leuk vinden. En die daar ook enorm veel energie van krijgen. De meeste zijn neutraal en er zijn er een paar die volledig afhaken. Die hebben echt 2 jaar nodig om hun wonden te likken en dan kijken ze de kant. En als het dan blijkt te werken, dan doen ze weer mee. Maar die hadden net zo goed 2 jaar thuis kunnen blijven zitten. En als je het echt op de keten beschouwt. Ik denk het wel. Dus als je kijkt naar alle activiteiten die er zijn, dan zie je dat er best een grote groep daardoor gestimuleerd is en ook de lol ervan in gaat zien. Maar ja, het is wel een soort proces wat zij zich niet op voorhand kunnen voorstellen. Wat wij dus, en waar wij van dromen en we bezig zijn en richting geven en denken van dat wordt helemaal te gek. Dat moeten zij echt aan de lijf ondervinden om datzelfde enthousiasme te krijgen. Ja. Dus daarin ben je dan echt een directieve leider, zullen we zeggen, die zegt jongens, we gaan dat doen. Ik heb ook op kantoor mensen gaan zeggen, ga je nou toch op doen allemaal? En ik zeg, nou dat is best logisch, en dan richt ik het uit. Ja. Maar pas na 1 jaar of 2 hadden ze iets vraagt, klopt eigenlijk best wel. En waar vaak je dan zo tegen op? Wat was het dan specifiek? Nou, het is al druk en dan ga je er allemaal activiteiten aan toevoegen. Bijvoorbeeld. Ja. Wat is de toegevoegde waarde van een galerie of een winkel of een restaurant of een evenementenruimte voor ons bedrijf? Ja. En sommige dingen wist ik heel zeker. Kijk, een restaurant, we hebben veel gasten die van ver komen. Dus als je 2 uur in de auto zit, is het wel fijn als je broodje kan eten. Dus dat was heel simpel. Er zou overigens alleen maar lunchroom zijn. Maar het was zo groot het pand dat alles wat we een klein beetje gingen doen, echt zijn gaan doen. Dus alles is groot geworden. Een restaurant was simpel. Die winkel, dat zou kleiner zijn. Dat was ook nog wel te verklaren. Maar de rest eigenlijk niet zo. Maar de grap is dat de dynamiek die er ontstaat door alle verschillende activiteiten uiteindelijk enorme wisselwerking heeft in positieve zin op de rest van het bedrijf. En dat is wel wat we hebben altijd heel veel zelf gedaan. En nu doen we gewoon nog meer zelf. Mooi. Ja, ik kon het ook voelen. Ik was ook een beetje gevoel of zo. Dus ik kon het ook wel voelen, de dynamiek en ik vond het helemaal geweldig. Ja, nou wij ook. Het is heel leuk om in zo'n enorm circus van activiteiten en richtingen te zitten. Wij zeggen binnen de bibliotheekbranche altijd, we moeten focussen. Ja. We moeten vooral niet alles willen doen. Laten we nou keuzes maken, et cetera. Hier bespeur ik iets tegenovergesteld. Ja, dat is wel een hardgrondig iets. Toen ik afstudeerde als vormgever, zou je normaal gezien zeggen dat je een vormgever wordt. Hè? Want dat is het beroep waar je voor gestudeerd hebt. En daar had ik al gelijk op, nou, dat vind ik echt helemaal niet leuk, alleen maar vormgever zijn. Dus we zijn gelijk gaan produceren, distribueren en verkopen, vanaf het allereerste moment. En hebben daar ook allerlei onorthodoxe afspraken over gemaakt, waarvan iedereen zegt, hoe krijg je het voor elkaar, want dat lukt nooit. Maar als je maar van meet af aan duidelijk stelt, hè, dus bijvoorbeeld wij verkopen zelf, maar we verkopen ook aan dealers. Nou, dan kan je je voorstellen dat een dealer het niet prettig vindt dat de fabrikant zelf verkoopt. Maar we hebben altijd gezegd, ja, wij doen dat zelf, maar we gaan nooit met de prijs concurreren. Als je dat 20 jaar niet doet, dan is die dealer op een gegeven moment ook niet meer bang. Dus we hebben heel veel van dat soort onorthodoxe afspraken gemaakt. En een heel groot deel van het verhaal van ons succes is het niet specialiseren. En daar zullen straks ook wat voorbeelden van komen. Maar juist omdat we niet gespecialiseerd hebben, hebben we een bedrijf op kunnen bouwen waarbij alle energie gewoon in dat bedrijf blijven zitten. Als je specialiseert, een van de kernproblemen van specialiseren is dat je elke keer jouw kennis aan iemand anders geeft en dan ga je weer weg. Dus je moet in eerste energie stoppen om die persoon te leren kennen, om die kennis te vertalen naar wat er nodig is. En dan ben je weer weg en dan ga je naar de volgende. Maar dat betekent dus dat je meteen je naam zit overal ergens dan. Maar je ideeën en je producten met name, maar die producten, die blijven dan overal liggen. Heel divers. En elke keer met relatief veel energie. Kijk, ik voorstel als je je eigen bedrijf spulletjes maakt. Ik hoef niet met mezelf te praten wat mijn klanten zijn. Die ik dus helemaal niet heb. Maar de hele lijnen zijn heel kort. En wij doen heel vaak 1 keer een ontdekking. En die hanteren we vervolgens. Dus er zitten heel veel wijsheden en leerprocessen en investeringen die 20 jaar geleden zijn gestart of zelfs 1 keer zijn gedaan. En die nog steeds renderen. En dat kan geen hele ontwerper zeggen. Maar volgens mij bijna niemand. En als je specialiseert is de essentie dat je er niet langdurig van... Ja. Als je dan stopt, dan ben je klaar ook met je verdienste. Ja. Als ik stop, dan verkoop ik nog steeds elke 2 weken eigen vitrine. Of elke 3 weken dat, of elke week zus. Ja. Hoe vind jij mensen die passen in deze filosofie? Zijn ze al lang bij je?
Heb je een vaste club waar je mee werkt? Zoek je voortdurend nieuw personeel? Nou, mijn grootste conclusie voor mezelf is dat ik er echt helemaal geen kijk op heb. Dus als ik naar stagiaires kijk, dan denk ik heel vaak, nou, dat wordt helemaal niks. En dan blijkt het een fantastische stagiaire te zijn. Vooral bij de meisjes, helemaal nooit bij het juiste eind. En kijk je wel even naar het verkeerde ding. Nee, want ik weet heus wel dat een mooi meisje niet altijd een goede ontwerper is. Maar het is heel leuk om te constateren dat je in die zin ik zeg ook, als je het eerst bent, dan probeer het maar. En dat is eigenlijk ook wel een beetje de tactiek. En nu wordt het zo groot dat we wel een soort profielen hebben. Van iemand moet toch minstens bepaalde kwaliteiten hebben om als je niet aan met de computer kan tekenen. En dat is wel nodig voor die job, dan houdt het een beetje op. Maar in principe heb ik steeds meer ontdekt dat je mensen een beetje de vrijheid moet geven. Of tenminste het voordeel van de twijfel moet geven. En dan kijken hoe het loopt en dan bijsturen. En dan... Ja, ik ben vaak aangenaam verrast en eigenlijk net zo vaak onaangenaam verrast. Dus ik probeer maar wat. Maar goed, aan de ene kant zijn het natuurlijk kwaliteiten in de zin van ze moeten goed zijn in dit en dit. Aan de andere kant is het ook moeten passen in jouw filosofie. Ja. En ik kan me voorstellen dat dit bedrijf ook vrij eigenzinnige types aantrekt. Ja, dat in zijn algemeen, dat geldt voor je klanten ook, dat geldt voor je personeel. Als jij een helder verhaal naar buiten brengt, dus je staat waar je voor staat en dat doe je langdurig en in je communicatie heb je één lijn over hoe je opereert, hoe je in de wereld staat, hoe je met mensen omgaat, hoe je met opdrachtgevers omgaat, hoe je met materialen en energie omgaat, en al die dingen waarin je laat blijken hoe je naar de wereld kijkt en dat is consequent, dan is de kans levensgroot dat de mensen die jou een opdracht geven of bij jou willen werken, daarop afkomen, dus dan krijg je een natuurlijke match. Die toch wel goed is. Dus waarschijnlijk hebben we daarom ook niet zo heel erg ingewikkeld verhaal wat dat betreft. Ik communiceer alles zelf. Dus zowel wat we opschrijven als de interviews. Dus het is, ik weet precies wat ik wel in het gezicht heb. Dus het is heel helder waar wij voor staan. En daar komen mensen op af. Ik was vroeger altijd bang dat ik, als je dan bekend bent, dat je een opdrachtgever krijgt die zijn sleutels voor de vakantie bij je moet afgeven met de vraag of je zijn huis wil inrichten. Terwijl je niet weet of hij van koken houdt of van kinderen die heeft. Weet je, dus, en dat gebeurt heel veel. Er is een ontwerper die gevraagd wordt van, nou, ik wil een X of een Y interieur. Ja, maakt mensen wat uit. Ze kopen toch meestal niet. Dus dan komt er die boffiekeuken in en dat. En dan staat er links en rechts van de haak een specifiek vaasje. En dan herkent iedereen het als een zus of zo. En dan kom je thuis en dan ben je opnieuw ingericht. Maar ik wil dat mensen zelf inrichten, ja. Dat ze hun eigen verhaal daar hebben, dat het langzaam weer organisch gaat. Dus ik ben dan heel lang bezig en uiteindelijk komt er zo zoetjes aan, verandert het. En ik vind het net zo fijn om het niet te doen. Ja. En zo, we halen de muur maar weg, dan ben je ook klaar. Ja. Dus wij hebben daarin, het gekke is dat ik daar bang voor was. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, nou had het toch al lang moeten gebeuren. En dat gebeurt gewoon niet, omdat mensen weten dat ik dat niet wil en dat ik ook het fijn vind om op een bepaalde manier te werken. En die mensen komen wel. Dus dat is, ik denk dat je in hoe je zelf communiceert ook heel erg bepaalt hoe mensen weer naar jou toe komen.